Hoi, ik ben Bent Muschner, ik ben 18 jaar oud. Ik hoek hier in Tilburg, AZ Tilburg, dames 1. Ik woon ook in Tilburg en zit op school in op zo'n Cruijff College in Roosendaal. Op de middelbare school was het best wel lastig om hockey te combineren met school. Ik had best wel lange dagen en veel huiswerk, dus dat was best wel lastig. En nu ik op Johan Cruijff zit, is het super goed geregeld. Ik heb minder lange dagen en ik krijg vrij veel meer training. Ja. Nou, een normale dag op het Johan Cruijff College begint om 8:30. Dus ik pak de trein zelf op station Racer om 7:30. En hier sta ik eigenlijk om 5:45 op, omdat ik best wel lange tijd nodig heb. Te douchen. Dus ik moet best wel vroeg op elke ochtend. Maar het is wel heel erg goed geregeld, want als ik een late training heb, dan mag ik een uurtje later naar school komen. Dus dat is heel erg fijn. Zelf pak ik daarna dan de trein op station Reesel, dan stap ik over op Breda en dan ga ik met de trein naar Roosendaal. Ik heb daar een fiets neergezet, dus ik kan lekker op de fiets naar school, dus ik hoef geen bus te pakken. En ja, zo ben ik eigenlijk altijd. Donderdagochtend moet ik om 7:30 trainen in Breda. Dus ik moet best wel vroeg opstaan om daar te komen. Als ik daar ben met mijn hockeytraining, dan douche ik op de club en dan ga ik door naar school. Na mijn schooldag kom ik eigenlijk thuis, eet ik even wat en dan ga ik meteen weer naar de hockeyclub om mijn dubbeltraining te hockeyen. Dat is van 4 tot 10, dus dan kom ik thuis, moet ik eigenlijk weer naar bed toe om volgende ochtend weer naar school te gaan. Op het Johan Cruijff College heb ik gebruik gemaakt van de sportpsycholoog. Die heeft mij geholpen om mentaal sterker te worden. En ook heb ik gebruik gemaakt van de fysio. En die heeft mij geholpen toen ik geblesseerd was. Toen ik begonnen was bij het Johan Cruijff College heb ik de kans gekregen om mijn opleiding te snel te doen. Dus in plaats van 3 jaar de opleiding in 2 jaar te doen. Dit leek me best wel interessant, want ik eerder naar het HBO zou kunnen. Ik heb dit samen gedaan met nog 4 andere vrienden, dus dat is best wel leuk om het gewoon met z'n allen te doen. Doordat ik het versneld heb gedaan, heb ik wel 1 stage minder gehad. Maar uiteindelijk heb ik alsnog wel een stage van 1.5 jaar gedraaid. Ik heb mijn examen al in het eerste jaar gemaakt. Dat was best wel pittig, maar we hebben goede ondersteuning gehad van de docenten. Dus het is allemaal heel erg goed verlopen. En nu lopen we eigenlijk nog steeds op schema aan het einde van het tweede jaar. En straks hebben we weer ons eindexamen. We zijn bijna klaar. Na het Johan Cruijff College zou ik graag naar de Fontys willen in Tilburg. Ik wil commerciële economie gaan studeren. Het sluit best wel aan op de opleiding die ik nu heb gedaan, dus ik vind het fijn dat ik een mooie basis heb. Ik heb gevraagd hoe het zit met topsporten op het Fontys en ik kan de topsport verklaring krijgen en daardoor kan ik minder lange dagen maken en alsnog een sport combineren met mijn school. Na de trainingen en wedstrijden krijgen we van ons op de club altijd kwark of lekkere gezonde broodjes. Altijd heel erg fijn, zodat we lekker onze eiwitten kunnen aanvullen. Zelf ben ik ook wel bezig met voeding. Ik probeer alleen in het weekend eigenlijk gezond te eten, maar soms gaat het wel eens mis. Nou, dit was het dan. Ik ga trainen. Doei!